Goedenavond. De Nederlandse staat kan er niet meer omheen. De CO2-uitstoot moet voor eind volgend jaar nog verder omlaag. Ook de hoogste rechter zegt dat het kabinet de uitstoot van CO2 versneld moet afbouwen. De Hoge Raad komt nu tot het oordeel dat het cassatieberoep van de staat moet worden verworpen. De Nederlandse rechterlijke macht is over het algemeen laat best veel ruimte aan de overheid, maar is ook niet bang om te zeggen van ja, maar hier is wel de grens. En ja, en zoals ze dat ook uitgelegd hebben, denk ik, ja, daar kan niemand het mee oneens zijn. Dus dit is echt een reddingsboei voor de mensheid. Dat klinkt heel, dat is een heel groot woord. Het is een reddingsboei, het is een teken van hoop dat de waarheid tegen de macht gesproken mag worden. En dat de rechter een onafhankelijke positie in durft te nemen om dat ook te bevestigen. En daar ben ik ongelooflijk dankbaar voor en ongelooflijk blij mee. Wat ik een beetje de laatste tijd miste, de laatste jaren, is dat je vanuit de overheid ziet dat klimaat echt op het hoogste punt op de agenda staat. We dwingen hiermee de Nederlandse overheid om actie te ondernemen. Dus ik denk dat we daarmee een goede toekomst voor ons, voor mijn generatie en de komende generaties maken. Nou ja, hopelijk natuurlijk gaan ze er wat aan doen en geeft dat mij een betere toekomst, een mooiere toekomst en vooral een toekomst waar ik nog wat mee kan. Het was tegelijkertijd ontroerend en enorm veel blijdschap. Want het is natuurlijk, je weet dat het zo'n belangrijke zaak is voor de hele wereld. Ja, en dat zit je al 7 jaar lang, en dit is het einde, dus geweldig. En nu? En nu uitvoeren, nu de beuk erin. Ja, nu gaan we door het 50-puntenplan uitvoeren en de overheid helpen om te versnellen.